Hallo allemaal, welkom in deze leuke studio. Vandaag hebben we een hele leuke gast. Ze heeft een boek geschreven, ze heet Laurie Stolk en ik ga haar vandaag een paar vragen stellen. Oké, Laurie, welkom. Je hebt dus ook een boek geschreven Tussen de Werelden, maar ik bedoel, ja, niet lullig bedoeld, maar je hebt natuurlijk een beperking. Heb je het wel zelf echt geschreven of heeft je moeder het geschreven? Nou, ik heb het zelf geschreven, mafkees. Wat denk je anders? Oké, maar ik bedoel, ja, je hebt wel een beperking. En mensen zoals jij zijn natuurlijk niet bepaald de allerslimste. Bedoel ik verder niks mee natuurlijk. Mensen zoals ik? Wat bedoel je daar nou weer mee en waar slaat het op? Oké, dan sluiten we het boekonderwerp af. Ik bedoel, ja, het is toch maar een stom kinderboek. Stom kinderboek. Maar andere vraag. Hoe oud ben je eigenlijk? Nou, ik ben 23, maar van binnen ben ik tussen de 4 en 12 jaar. Oké, dus je bent 23, zeg je? Nee. Oh, dus je bent een volwassen vrouw, ik snap het. Ik zeg net dat ik van binnen tussen de 4 en 12 ben. Wat begrijp je daar niet aan? Dus je bent emotioneel een kind, zeg je? Ja. Oké, dat kan. Dat is helemaal oké, natuurlijk. Dan heb ik nog een andere vraag voor je. Tenminste, als je deze wilt beantwoorden. Want ja, je bent natuurlijk niet echt heel gezellig in dit interview. Nou, schiet op. Ik hoorde dat je dagbesteding deed. Op bij Pamaya Media, hoorde ik. En ook bij Dogma, waar je schilderles hebt. En dat is best wel chill natuurlijk, dagbesteding. Want ja, het is maar een paar uurtjes. Hoe hou je het eigenlijk vol om naar een gehandicapte dag te gaan? Ja, het is natuurlijk niet echt leerzaam of zo. Leerzaam? Het is hartstikke leerzaam. Wat praat jij? Ik bedoel, het is gewoon leerzaam. Ik weet niet. Waarom zeg je dat? Oké, volgende vraag. En als je vrij bent, hè, dan ga je vaak met de taxi naar oma. Is natuurlijk best wel echt super luxe, want ja, hoe chill is het als je met de taxi wordt gebracht? Echt super chill. Nou, het is niet chill, het is gewoon eerder noodzakelijk. Je bent echt een luxe paardje. En ik ben geen luxe paardje. Wees blij dat je überhaupt zelfstandig kan reizen. Ik kan dat niet. Nou, ik moet gewoon met de bus hoor. En jij mag met de taxi. Ja, jij vindt het luxe, maar voor mij is het gewoon noodzakelijk. Nou oké, sorry. Een andere vraag. Ik wist niet dat je zo snel beledigd was. Maar vraag je, hè? Ik heb ook gehoord dat je bij Tijd voor Max bent geweest. Dat was waarschijnlijk wel een hele bijzondere ervaring. Is het niet? Ja, het was echt heel cool. Echt ja, ik snap dat je het heel erg leuk vond. Natuurlijk ook heel erg tof, Tijd van Max. Maar waren de vragen niet iets te moeilijk voor je? Ik bedoel, klapte je niet dicht? Van ja, om erop terug te komen. Je hebt natuurlijk wel een beperking. En je blijft, zeg maar, beperkt. Dus. Ja, heb je nog leuke vragen of ik vertrek, hè? Ik bedoel, sorry, dat was dan mijn fout, denk ik. Maar nog de allerlaatste vraag. Moeten we gaan afsluiten, want straks er staat namelijk een hele bijzondere gast te wachten. En ik wil diegene niet laten wachten. Dus mijn allerlaatste vraag aan jou is, ja, hoe is het eigenlijk om een beperking te hebben? Ik bedoel, is dat niet, maar ja, ik denk dat het wel chill is eigenlijk, want ja, mensen met beperking zijn natuurlijk altijd vrolijk. Dus hoe is het om altijd zo vrolijk in het leven te staan, nou, en geen tegenslagen te kennen? Dat is echt de grootste bullshit ooit. En ook super doorzichtig. Want ook mensen met een beperking zijn wel eens gestrest. Misschien wel meer dan normaal. Dus bedankt voor het interview. Ik heb geen zin in. Doei. Tot kijk dan.